video. Normaal zijn jullie gewend dat we in de vlog op wedstrijd gaan of ik neem jullie mee tijdens trainingen. Maar deze keer pakken we het anders aan en neem ik jullie mee tijdens de KNS Onrang cursus. Dit is de aspirante instructeursopleiding en dan is het de verkorte versie en die vindt plaats in de Peelbergen. Deze opleiding ga ik volgen omdat ik graag later ook wil gaan lesgeven. En ik ben nu 16 jaar. Vanaf 16 jaar mag je ermee beginnen. Dus ik dacht, waarom niet? En vandaag begint dag 1. We krijgen vandaag een soort van lokaal lesje. Je gaat de hele dag gewoon heel veel uitleg krijgen. Want over een paar weken heb je theorie-examen. En daar gaan ze je nu goed op voorbereiden. En ik dacht, misschien is het wel leuk dat ik jullie meeneem tijdens deze KNS-cursus. Eerst volg je dus de springopleiding en later kan ik gaan kiezen voor de richting eventing. En dan kan ik zo doorstromen om ook eventing instructeur te worden. I saw you from across the room. Leg je wijken voor de been uit. Hoe ziet wijken voor de been eruit? Achter de tafel. Inmiddels zit de dag er weer op en ben ik met Maxi en Sam weer op weg naar huis. En we maken zo ook nog even een tussenstop bij de Mac, want het is inmiddels al 5:30 en we hebben heel veel honger. Geen topsportvoeding dit, maar dat maakt niet uit. En ik wilde nog even vertellen wat we een beetje hebben geleerd. Nou, we kregen gewoon heel veel uitleg hoe het traject eruit ziet. We moeten de volgende keer een lesschema meenemen, dus we hebben een klein beetje huiswerk. Verder moeten we nog theorieboeken gaan bestellen, want het is best veel leerwerk. En de volgende keer komen we met paard. Welk paard ik mee ga nemen? Weet ik nog niet, maar de volgende keer hebben we het paard nodig, dus ik ben benieuwd wat er dan staat te wachten voor ons. Hallo, ik ben inmiddels aangekomen in Kronenberg en ik begin dus vandaag met het zelfrijden en dan word ik beoordeeld. Daarna ga ik lesgeven. Ik heb het lesgeefprotocol al, een beetje theorieoefening, dus ik ben heel erg benieuwd wat we allemaal gaan krijgen. En dit is nog een oefendag, wel belangrijk, maar wel gewoon nog oefenen, dus waar je aan gaat werken en dan kan je dat op het examen goed uitvoeren. Ik heb Inspiration helemaal opgezadeld en Inspiration is klaar om mijn trainingsonderdeeltje te gaan oefenen. When I was mad, I never knew that I could feel this way. And it's kind of strange. Don't even know your name. I don't know you, but I want to get to know you. Just wanna get to know you. I don't know you, but I kijk ook naar de voet. Hoe willen we een voet hebben? Willen we die smal hebben? Of willen we die iets breder hebben? Wie weet hem. Iets breder. Iets breder. Waarom iets breder? Ja, dat hij ook fatsoenlijk balans heeft. Ja, het heeft zeker met de balans te maken. Wij staan een hoefmechanisme. Kijk, nou ben ik een examen te afnemen. Zo gaat het dan, hè? Dus wij zijn een hoefmechanisme. Zo snel, hoop ik ook dat jullie dat gaan doen. Hoe sneller jullie een antwoord kunnen geven, hoe makkelijker dat je voor een examinator maakt. Ik doe misschien dat paard zo. En dan begin ik aan de voorkant. Dus ik neem altijd de voorkant, bovenlijn, achter en dan neem ik de voorkant mee. Dan heb ik helemaal, want als ik aan mensen ga vragen... En we zijn weer beland bij de McDonald's, want dat is als we zo laat terug naar huis rijden. En we zijn nu lekker Mackie aan het eten, dat hebben we wel verdiend, want het is zo koud. En Chrissy zit aan een milkshake. Heel logisch. Op dit moment ben ik bezig met mijn proef van bekwaamheid. Dit is iets waar ook best veel tijd in zit, maar het is belangrijk, want je moet het halen. Het gaat over assisteren bij activiteiten. Dat is de opdracht en je mag dan twee activiteiten uitvoeren. Nou, ik heb gekozen voor het organiseren van een oefencross. En daarnaast ben ik iemand gaan begeleiden tijdens haar eerste eventingwedstrijd. Dat zijn de twee dingen die ik heb gedaan en daar maak ik dan een heel verslag van. Nou, zo ziet het er ongeveer bij mij uit. Het zijn best wel wat bladzijden en dan ga je het helemaal uitwerken. Alle dingen die verplicht zijn, die zet ik erin. En het is niet mega leuk, maar hè,
Ik vind zelf het lesgeven en dan voor de theorie van een anatomie van paard leren vind ik wat interessanter. Maar deze is bijna af. Ik ben nu de puntjes op de i aan het zetten. Kunnen we deze ook weer afvinken? Hebben we die in de pocket? En kunnen we weer door met het volgende? Vanavond hebben we ook nog een online meeting. Dus vandaag is het eigenlijk een beetje een KNS Oren 2 dag. Want vanavond is een online meeting. Met corona is het nou ook bijvoorbeeld als het online kan, proberen ze het online. Nu is er een online meeting en dat gaat over wat informatie, tips voor het theorie-examen die we straks gaan krijgen. En dan gaat ze een beetje helpen van let op die puntjes, dat is belangrijk. En 5 tot 6 of van 6 tot 7. Dat ga ik nog even nachecken, maar in ieder geval, ik ben vanavond online aanwezig. Overgangen. Multiple choice. En dat komt zoals bij de onafhankelijke klassieke zit, welke punten van belang zijn. En dan zal er gevraagd worden, de verlichte zit, welke punten van belang zijn. Lees die multiple choice vragen goed. Zal misschien de uitgedrukte hak niet zitten. Of zal niet zitten de namen zien staan. Of je dan elkaar misschien een beetje op kan zoeken. Goed. Inmiddels heb ik het hele weekend al geleerd en wil ik graag voor mijn echte examen nog even een oefenexamen maken om te kijken of het ook echt allemaal goed in mijn hoofd zit. En ik ben op dit moment het oefenexamen aan het maken. Natuurlijk in mijn lekkerende Nixkeepkalm gas erop. Oh, je ziet de achterkant niet, maar ik zal even de foto in beeld laten. Maar de Nixkeepkalm gas erop hoodie, want die zit natuurlijk ook heel lekker om in te studeren. En ik heb net de voeding en gezondheid de oefentoets gemaakt. En ik ga nu het geven van lessen, rijtechniek, springen en dressuur oefentoets maken. En ik had net een goede voldoende, dus daar gaan we natuurlijk voor. Dus op naar de volgende oefentoets. Vanochtend was ik al heel vroeg uit mijn bedje om alles nog een keer door te nemen, want vandaag is namelijk het theorie-examen en ik vind het behoorlijk spannend. Ik ben een beetje aan het stressen, want ja, ik heb echt wel goed geleerd en ik heb mijn best gedaan en ik denk dat ik het wel ken, maar ze kunnen gewoon best moeilijk zijn en dan kunnen ze je net op het verkeerde spoor zetten, dus ik moet gewoon goed nadenken. Eerst de vraag lezen, zelf denken wat het antwoord is en dan kijken waar je uit kan kiezen. Klaar om het examen te gaan maken, dus we gaan volle gas naar het theorie-examen en dan kunnen we beginnen. Dwars door alles heen. Door de storm. Get to know you. Just wanna get to know you. Hang on. Ik heb het theorie-examen inmiddels gehad. Je zat gewoon in een lokaal, in een rij en dan moest je gewoon op de computer je examen maken. Mocht je gewoon op je eigen computer. Helaas kon je geen spiekbriefjes doen, want daarvoor keken ze genoeg om je heen. Maar we waren natuurlijk goed voorbereid, dus op zich moet het wel lukken. En we gaan nu weer naar huis en morgen krijgen we de uitslag. Ik ben op dit moment lekker aan het trainen. Ik zit nu op Mailstreams Korenbloem. En ondertussen heb ik de uitslag van mijn theorie-examen binnen. En ik ben geslaagd voor mijn theorie. Dus ik ben helemaal blij. Hoe ik het heb aangepakt is misschien niet de beste manier. SE-week van school, HAVO 5 examenjaar, viel gelijk met het theorie-examen. Dus ik had eigenlijk heel veel schoolexamens waar ik ook voor moest leren. Nou ja, school ging voor, dus ik heb vooral de focus gelegd op mijn schoolexamens. En toen had ik alleen nog maar het weekend, dus 2 dagen om me voor te bereiden voor het theorie-examen. Nou heb ik gelukkig wel veel discipline, dus ik heb gewoon dat weekend volle bak gestudeerd. 5 uur de wekker, volle bak. En ik heb het gewoon gehaald met een superscore, want ik heb namelijk voor de rijtechniek lesgeven heb ik 85% en voor voeding en gezondheid, de anatomie, heb ik maar liefst 95%. Dus ik ben ook nog eens dik geslaagd. En het is niet het beste voorbeeld, maar zo kan ik ook aan jullie laten zien. Als je iets wilt, dan is het gewoon mogelijk, want ik ben ook gewoon lekker geslaagd. En de vorige cursus is nog niet volledig klaar. Ik moet de praktijk nog halen, dus daar gaan we nu mee aan de slag en wat de trainingen van lesgeven een beetje oefenen. Eerst ga ik lekker mijn paardjes trainen. Dit was alweer deel 1 van de KNS cursus opleiding instructeur. Als je het leuk vond om dit ook een keer te zien, want hier ben ik nu druk mee bezig. En hopelijk vind je het leuk om te zien hoe je daar naartoe werkt en hoe je een theorie-examen haalt. Ik wil jullie bedanken voor het kijken. Vergeet niet te abonneren. Als ik straks mijn praktijk heb, dan ga ik ook daar weer een video over maken. En dan zie ik jullie snel weer. Bedankt voor het kijken. Groetjes van mij. Doeg! Ja.